Wij doen als Flevoland ons uiterste best een gastvrije provincie te zijn. Daar slagen we ook heel behoorlijk in. Voorlopig was ik vluchteling, maar nu ben ik met werken met de koor. Zo vind ik heel fijn om met de koor te werken. Dronten, ik moet eigenlijk zeggen Flevoland, maar Dronten in het bijzonder lopen enorm voorop als het gaat om opvang van asielzoekers. Door wat gebeurt in Syrië en de oorlog en de dictator daar, moest ik naar Nederland. Nou, dat is natuurlijk toch een emotioneel onderwerp. Mensen stappen niet zomaar voor niks op zo'n reis. Dan is er daadwerkelijk wel wat aan de hand. Dan vind ik dat we ons best moeten doen om ons steentje bij te dragen aan de problemen die er in het land spelen. Elke gemeente moet zijn verantwoordelijkheid dragen. Ik zou zeggen, kom maar eens naar Flevoland kijken. Wij kennen eigenlijk geen AZC's met hele grote problemen. Natuurlijk komen er wel eens problemen voor, maar het gaat er dan om dat je daar goed op reageert. En dat weten we met elkaar ook wel, hoe je daar goed op moet reageren. Nou, in Dronten hadden wij al een asielzoekerscentrum van 1300 inwoners. En daar is nu een half jaar lang zijn er 1500 asielzoekers bijgekomen. Plus nog eens 200 à 250 Oekraïners. En daarmee zijn we volgens mij landelijk koploper. Op 15 maart gaan we stemmen. En we moeten onder ogen zien dat er in Nederland een serieus, ook politiek debat is over hoe we om willen gaan met onze vluchtelingen. Ik vind het hier heel fijn om te stemmen. Ja, ik geloof hier dat ik mijn stem kan een verschil maken. Daarom ga ik op 15 maart stemmen. Oriënteer je op de verschillende partijen, op de verschillende standpunten en ga vooral stemmen.